Meneer Gayadin, er zijn verschuivingen in de begroting doorgevoerd om extra middelen ter beschikking te stellen. Kunt u specifieke voorbeelden geven van posten waarop besloten is te bezuinigen en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen? Ja, kijk, wij als volksvertegenwoordigers, ik bedoel, wij hebben vaak de taak om namens het volk of steeds meer zover het kan af te dwingen van de regering om middelen vrij te maken. En u begrijpt dat als het gaat om verbetering van de leefomstandigheden van die samenleving, dan zijn er veel vragen, veel requests voor naar de regering toe om in te komen. En uiteindelijk, met alle begrip, is de regering over de brug gekomen van een afhankelijk ingediende begroting. En u zei het al, dat er een post was opgebracht van onvoorzien van 260 miljoen. Daarvan heeft de minister van Financiën aangegeven dat als het parlement dat wenst, laten we kijken naar herbudgettering en die 200 miljoen spreiden. Zo is er met betrekking tot woning of scholenbouwprogramma gekeken. Laten wij wat extra middelen daar in stoppen. Laten we wat extra middelen in de criminaliteitsbestrijding daarin stoppen, dus naar justitie en politie. Zijn drie posten met betrekking tot criminaliteitsbestrijding. Dus daar is er gekeken. Laten we zeggen posten als volksgezondheid. Er was aangegeven dat die post van Armilov-regeling nog niet voldoende was. Dus er is daar aangevuld. En zo kunnen we doorgaan dat uiteindelijk het Hof van Justitie, daar lopen er al programma's, verbetering in richting van hun voorzieningen. Daar waren de middelen eigenlijk verkort, dus die is dan bijgebracht, ook bij het Openbaar Ministerie. Bij het kabinet van de vicepresident. Dus al deze. Ja. En de Nationale Assemblee. Ik kan u zeggen dat eigenlijk alle medische voorzieningen bij de Nationale Assemblee op een of andere manier afgekort was. En dat is bijgebracht. Dus die 200 miljoen is dan daarin. Ja.